Ik blijf voorlopig met deze waardevolle, mooie roze microfoon rondlopen. Bij geen stel. En er zullen in de loop der tijd gesprekken zijn over wat ik verder voor Poont kan betekenen. Maar ik zie daar wel voor mezelf wel een rol weggelegd, ja. Wat is jouw ambitie? Wil je een talkshow, een avondshow misschien? Nou, David Letterman, staat hij voor me? Nou, ik vind eigenlijk, volgens mij moet je dat pas heel laat doen, een talkshow. Dat is een beetje mijn gevoel, wel dat je daar even een paar jaar mee moet wachten voordat je echt uren hebt gemaakt. En dat is een hele verstandige opmerking dit van mij, hè? Dus dat is niet direct iets wat ik ambieer om dat volgend jaar direct neer te zetten. Dus ik zou daar liever even mee willen wachten. Als je al die mensen ziet van mijn leeftijd die nu een talkshow gaan doen en die je daarna vervolgens nooit meer op tv ziet, dat is toch de grootste nachtmerrie die er bestaat. Maar ik zou wel graag een eigen programma willen maken bij Poontje.